Nou, hier was het ondiepe. Hier was het iets dieper. En hier stond een muurtje. Dat kon je nog zien. En er was hier een gat. En daar doken we dan onderdoor. Want je wilde natuurlijk niet getikt worden. Dat ging je, dat was je eer te na. Dit was er niet. Dit is de vloer van het theater nu. Dit was dus allemaal water. Generaties Haagse kinderen hebben hier hun eerste zwemdiploma gehaald. Bibberend van angst voor de strenge badmeester. Je let je even op, joh! Daar zat het woord kanker in. En dat mocht gewoon, dat werd gewoon gezegd als je niet oplette. Kankerleier. Je ziet daar nog de balustrade. En als je echt lef had, dan ging je daar opstaan en dan dook je in het water. En bijna iedereen heeft dat gedaan. Want dan hoorde je daarbij. Om 7:00 ging het zwembad open. En de chef die bleef beneden op het perron staan, zoals dat heette. En dan moest ik naar boven, naar het balkon. En dan deed hij heel zachtjes 1, 2, 3. En dan riep je boe! Heel hard. En dan was het voor de rest nog muisstil en dan hoorde je... En dan waren alle kakkerlakken, die gingen dan, die vluchten. En dan riep hij naar beneden, naar de cachère die in de hal zat. Van, ze kunnen komen! En dan was het zwembad schoon. Zo ging dat. Ja, hier zo. Ja, hier waren de douches. En dat was een hele gewilde plek, want daar hebben heel wat jongens en meisjes leren zoenen. Mijn eerste zoen aan mijn meisje, ja. Dat is nu mijn vrouw. Waar was het? Ja, dat was hier ergens. Het achterste hokje.